Hallo. Hey. Hoi. Ik ben Anke. Ik ben Joy. Hi. Anke. Ja. Leuk je te ontmoeten. Leuk jou te ontmoeten. Ja. We gaan beginnen. Ik denk het ook, ja. Had je enig idee? Nee. Misschien om die telefoon op te nemen. Hallo. Hallo allemaal. Hi. Hey, hallo. Hallo. Leuk je te ontmoeten. Wederzijds. Daar gaan we. Spannend dit, hè? Super spannend. Hallo. 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 Hi. Waar moet ik staan? Nou ja, ik zoek een plekje, want er is plaats genoeg. Ja. Ja. Hallo. Hey. Mag ik jullie wel een hand geven? Ik denk dat ik het tegen de staan. Hoi. Hoi. Hi. Hi. Ik ben Anke. En ik. Aangenaam. Hallo. Hoi. Komt er weer iemand? Komt er iemand? Nee. Dit had ik niet verwacht. Goedemorgen. Hallo. Dat hadden wij ook niet. Ja. Hoi. Hoi. Ik ben Jurre. Hi. Hallo. Spannend, hè? Oh my god. Heel. Hoe lachen? Had je dit verwacht dat we elkaar zouden zien? Nee. Nee. Ik dacht, we gaan dat pas op het vliegveld en zo. Ja, dat dacht ik ook. Hoi. Hallo. Hoi. Hallo. Welkom. Ja, zo komen wij ook binnen. Hoi, ik ben Aniek. Hallo, ik ben Daniel. Oh, hallo. Vrouwtje. Hey. Hallo. 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 Hi. Hoi. Hoi. Hallo. Hoi. Heeft er iemand al een telefoontje gehad over wat hij überhaupt is? Waarom denk je dat die telefoon daar staat? Oh, dus en dan oh, ga echt? Je dus... Nee! Denk je dat het is? We gaan met elkaar horen wat je bent. Nee. Oh, dan moet je echt ziek goed acteren. Ja. Ja, dat denk ik dus. Ja? Ja. Kijk, nog hallo. Een. Hey. Hey. Hallo. Hallo. Hi. Ik ben Sarah. Ik kom voor jou, dus ik sta ook nog maar net. Hey. Wow. Kijk. Hallo. Sander, hoi. Aangenaam. Hallo, ik ben hallo. Daniel. Sander, hoi. Hoi. Hallo. Je bent de laatste, hè? We zijn nu helemaal... Ben ik echt erin? Zijn we compleet? Ja. En nu? Hey. Oh, je bent er. Oh. Wie? Mag ik? Wie doet het? Oh. Ja, doe jij maar. Ja, dat is eerst. Hallo? Je spreekt met Everon. Ik heb jouw mollicitatie mogen zien. Even hardop zeggen wat je hoort. Ik spreek met Everon. Everon? Oh. Everon. Oh. Ja. Ja. Anke. Je bent hoofdredacteur. Je bent gewend om altijd de leiding te nemen. Je zegt dat je adrenaline krijgt van problemen oplossen. Met je positiviteit en energie altijd het gewenste resultaat bereikt. Het gaat over mij, over mijn werk. Positiviteit, okay. Energie, ja. Zeg maar een beetje hardop. Ja. Over 2 weken gaan jullie op reis. Over 2 weken gaan we op reis. Wat is dit? Voordat het spel begint. Zou je nog een telefoontje krijgen? Met een mededeling welke rol je hebt. Kandidaat. Of mol. Met een mededeling welke rol je hebt. Oh nee, vrees. Wat? Ik hoor het niet. Wat? Met een mededeling welke rol je krijgt. Nee, wanneer? Nu, denk ik. Ja. Dit is dat telefoontje waar je op wacht. Misschien is het heel handig om vanaf nu je pokerface op te zetten. Oké. Okay. En zorg ervoor dat niemand iets aan je kan zien. Want ik mag jou nu vertellen welke rol je hebt. Dat is heel serieus, ja. Ja. Het wordt ineens een heel serieus gesprek, hè? Ja. Ja, heel duidelijk. Ben je er klaar voor? Jij bent...
Oké, okay, heel duidelijk. Dankjewel. En? Oké, okay, zeg even wat je hoorde. Dit is het telefoontje. Die gaan, gaan we allemaal krijgen. Dus jij weet niet wat je bent. Gaan we de ronde langs? Of willen we... Kijk maar, wie gaan jou... Ja, jij. Ja, ga dan. Jij ja, hoezo dan? Nu ik? Ja, jij ja, nu ben jij. Ja, ik wilde wel, joh. Eens even kijken hoe jij dit gaat spelen. Ja, ik ga dan ook neutraal doen, want dat doe jij ook. Ja. Hallo. Jurre. Je bent presentator. Heb van jongs af aan geleerd om beleefd te zijn. Maar ook om mensen in te palmen. Noemen ze dat niet vals bescheidenheid? Mijn hart, ja. Over 2 weken gaan jullie op reis. En voordat het spel begint zou je nog een telefoontje krijgen met de mededeling welke rol je hebt. Kandidaat of mol. Hij blijft cool ook. Als hij nou zegt, echt waar? Weet je wel, dan hebben we hem. Ja, ik luister heel goed. En zorg ervoor dat niemand iets aan je ziet. Want ik mag jou nu vertellen welke rol jij hebt. Ja, ik ben er klaar voor. Jij bent... Jezus. Sorry, ik sta zo te trillen. Ik kan niet meer. Wat was dit voor een soort... Wat was dit? Ja, maar dit is het moment waarin alles wordt bepaald. Nee, dit was heel goed. Dit kan ik echt niet serieus nemen. Mooi, mooi moment wel. Nou. Ja. Lekker man. Hey. Hallo. 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 Vrouwtje, je bent presentatrice. Degene die weet dat ze nooit verstijft. Hoe ver kan je gaan in het niet ontdekt worden? Die spanning, daar kijk je toch naar uit? Zeker. Sarah. Je spreekt met Everon. Hey, hallo. Jij bent actrice. Ja. Je oogt vrolijk, amicaal en goud eerlijk. Een flap uit. Maar niks is minder waar. Zeker. Met gemak weet jij de waarheid om te vormen tot een eigen verhaal. Renomi, je spreekt met Everon. Hoi. Een oud topsportster. Jij weet hoe je moet presteren onder druk. Ze blijft hangen. Stil, hè. Ze blijft stil. Jij bent gewend om enkel en alleen op jezelf te kunnen vertrouwen. Een goede voorbereiding is het halve werk. Hé. Hey. Zoi. Je bent acteur. Maar je wordt altijd gecast voor de good guy. Knappe, lieve jongen. Maar nu wil jij eens ervaren hoe het is om goed fout te zijn. De onschuldig ogende jongen. Over 2 weken gaan jullie op reis. Maar voordat het spel begint zou je nog een telefoontje krijgen met de mededeling welke rol je hebt. Kandidaat of mol. Dit is dat telefoontje. Misschien is het heel handig om vanaf nu je pokerface op te zetten. Want wellicht is de keuze wel op jou gevallen. Ben je er klaar voor? Ja. Jij bent... Vertel even wat een beetje door je heen gaat. Hoe voel je je? Ja. Ja, succes. Oh, mooi. Wauw. Mooi, mooi hoor. Mooi geïncasseerd. Mooi, hè? Geen enkele emotie. Dat is ook mooi. Oh. Nou, je moet hem wel even wegslikken, zie ik. Nee hoor. Oh, we zijn nieuwsgierig. Oké. Okay. Ik was wel spannend. Ben je opgelucht? Weet ik niet. Oh. Wauw. Ach, je bent echt... Wow. Vrouwtje. Schouwtje. Goed, man. Hey. En
En wat voel je? Wat voel je? Heerlijk. Met Sander. Hallo? Je spreekt met Everon. Hey, Everon. Ik heb jouw mollicitatie mogen bekijken. Sander. Ja? Je kan het niet laten om te vechten tegen onrecht. Kan ik het niet laten? En juist daarom lijkt het je leuk om flink goed vals te spelen. Hoe jij, de zachtaardige, goede Lobbes. Ja. En ik, je bent cabaretier. Ja, en? Iemand die weet hoe het voelt als alle ogen op je gericht zijn. Je zegt eerlijk te kunnen liegen. Nou, moet ik zeggen, je oogt ook erg betrouwbaar. Ja? Daniel, jij bent journalist. Degene die is geleerd om transparant te zijn. Waarvan iedereen zou zeggen dat hij betrouwbaar is. Man, man, man. Wat kan jij lullen als Brugmans, hè? Nabil, de cabaretier. Jij haalt plezier uit het ontregelen van mensen. Ja. Je zegt er allemans vriend te zijn. Maar je bent ook heel erg op jezelf. Yep. Moeilijk om hoogte van te krijgen. Luister heel goed naar mij. En zorg ervoor dat niemand iets aan je kan zien. Want ik mag jou nu vertellen welke rol je hebt. Oh, nice. Ben je er klaar voor? Ja. Ja. Nou? Jij bent... Ja. Wat een acteerkunst. Wow. Oh, ik heb echt een hard kloppen. Ja. Ja. Mooi. Oké. Oh ja, hou het klaar. Nonchalant. Nonchalant. Relaxed. Noisy. Ja. Oké. Ja. Hoppakee. En? Jeez. Opgelucht, toch? Zeker. Top. Mooi. Ik zie opluchting. Ja. Ja. Ja, zie ik ook. Nu ja, weten we dus allemaal wie of wat we zijn. Ja. Jongens, we weten het. Zojuist. Oh. Heb ik het stokje overgedragen aan de nieuwe mol. Jullie hebben elkaars reactie aan de telefoon gezien. Heeft iedereen zijn pokerface opgezet? Kijk elkaar nog maar even goed aan. Wie is vanaf nu de mol? Anik en Soy zitten in een box. Wij ook. Hanomi en Nabil ook. Ja, wij zitten ook in een box. Zit iedereen in een box? Ze begonnen als 10 nietsvermoedende kandidaten. En terwijl ze elkaar nauwlettend in de gaten hielden, transformeerde één van hen tot mol. Een vuurdoop waar je stalen zenuwen voor moet hebben. En een pokerface. Een veelbelovend debuut van deze mol. Nu in Zuid-Afrika is de mol voorbereid. Steeds als de groep met opdrachten geld probeert te verdienen voor de pot, zal de mol proberen de boel te saboteren. Het wordt een afvalrace. Waarbij de pot uiteindelijk gaat naar de winnaar. De kandidaat die aan het einde van de reis het antwoord weet op die ene vraag. Wie is de mol?
That's an inch being a piece of the world. Rick, opdracht staat hierbij. Rick. Dat is Rick. Opdracht. Goed bezig. Goedemorgen, Anke en Sander. We kijken naar uit jullie te ontmoeten vandaag. Als dat lukt, verdienen jullie geld voor de pot. Een duo levert €250 op. Twee duo's €500. Drie duo's €1000. Vier duo's €2000. Okay. En als ik jullie allemaal zie, dan verdienen jullie maar liefst €4000 voor de pot. Zorg voor het licht en kom erachter welke kleur vragen jullie moeten beantwoorden. Hulp van buitenaf kan nog wel eens goed van pas komen. Laat dat tellen. Think outside the box. Zorg voor licht en kom erachter welke kleur vragen jullie moeten beantwoorden. Oké. Nou, dat is best een duidelijk bericht waarin wordt uitgelegd dat we think outside the box erachter moeten komen wat onze kleur is om de vragen te kunnen beantwoorden om uit de kist te komen. Waarom staat er think outside the box? Outside the box. Nou, dan zit je dus in Zuid-Afrika en dan ga je de eerste opdracht doen. En dat is natuurlijk heel spannend. En vervolgens komen we dus in een grote houten kist. Wat best wel weird is. Maar die outside the box, dat maakt je gek. Want outside the box bedoelen ze niet letterlijk buiten de box. Outside the box? Oh, wat zie ik niet? Wat heb ik niet door? Ja, dus iemand buiten moet het licht aan. Ja, inderdaad. Dat denk ik ook. Hallo? Please come to the box. Hallo? Help us come closer to the box, please. Can somebody switch, turn on the light? Oh, mijn Engels. Mijn steenkolen. Oh! Is dat binnen? Yes, thank you. Ja, zij klikken blijkbaar gewoon dat lichtje aan. En binnen no time hebben Jurre en ik licht. Hoe komt het licht aan, jongens? Hoe krijgen we het licht aan, ja? Ons licht ging aan op het moment dat we hulp kregen van buitenaf. Dus je moet iemand vinden buiten de box die, denk ik, ja, het ons licht aangedaan. Ah, we moeten misschien gewoon hulp vragen. Kan het licht aan? Kan iemand het licht aandoen? Ik had niet gedacht dat de opening van Wie is de Mol voor mij zou plaatsvinden in een kist. Zonder eigenlijk nog iets te zien van het land. Wel hier en daar een gaatje waardoor je een beetje iets kan zien van... Volgens mij zijn we nu in Zuid-Afrika. Maar ja, het seizoen is gestart in een kist. Ja. Hallo? Can you put the lights on? Hello? Anybody there? Can you please wait one second? Dus Jurre en ik staan in die kist en we zien eigenlijk meteen een sleutel. Dus ik dacht, chill, nu krijg ik die deur natuurlijk open. Maar die deur had geen slot. Do you see a color? Er hangen een soort van bordjes met 1 en dan een vraag. 2 en dan een vraag. En ieder bordje heeft weer zo zijn eigen kleur met een andere vraag erop. Er hangt ook een iPad. Op de iPad zie ik 1, 2, 3 staan. Nou ja, dat gaat waarschijnlijk over vragen en antwoorden die we daarop moeten invullen. Dus je moet achter je kleur komen. What do you see? Green, blue, yellow. And do you see more or one?
We see more than one. Ze zien meerdere kleuren. Two yellows, two blues. Zij zitten al die kleuren op te noemen en wij moeten dus bedenken wat dat betekent voor ons en welke kleur wij dan zijn. How many colors from each color? 12 greens. Okay. 12 greens. And how many blue? Okay. Hey guys, wij zijn nu kleuren aan het tellen die buiten onze box zitten. Doe eens het licht aan. Hallo? Ja. Hallo? Hi. Can I get you out the box? Can you do the light on? Ja, yeah, sure. Ja, yeah, will you do the light on, please? Yes, yes, thank you. What color you see the most on our box? Let me check for you. Ja, yeah, check it. Yes, please. Ik ben al helemaal overspannen. Eight yellow. Eight. So, okay, so green is the most? Green 12. Is 12. Wij hadden de meeste groene bordjes. Dus wij zijn de groene vragen gaan stellen in het groepsgesprek. Hoeveel onderbroeken heb je ongeveer? Wat zou daar ongeveer het antwoord op zijn? 20? Ik heb 20. 20. 20. Wie vindt het gek dat hij zoveel ruimte tussen zijn tenen heeft? Ja, dat is Renomi. Ja, dat kan er maar één zijn. Dat ben ik. Dat heb ik ingevuld. Hallo? Licht. Licht, licht. Even een ogen zaden. Maar waarvoor hebben we licht nodig? Oh, voor die kleuren te zien natuurlijk. We are looking for the most color on the box. Which color do you see the most? Yellow, not yellow. Yellow, thank you so much. Geel, aha. Toen konden we verder. Waar kijken de meesten van jullie naar als eerste bij een man of vrouw, guys? Ogen. Wie vindt de geur van speelgoedvoelers lekker? Ik, dat is Nabil. Nabil! Waar moeten we heen? Wacht even, schat, even rustig. We kunnen gewoon uit de kist. Het is gewoon, in één keer is het goed. Wacht, even ademen. Even nadenken. Iets om de box. Sleutel. Hier, hier. Jur en ik zijn uit de kist, met die sleutel. En ik zie eigenlijk vrij snel een kistje boven aan die box hangen. Ah! Oké. Verbind jullie locaties. Rick komt naar de plek waar al jullie lijnen kruisen. Can you maybe point the... Can you point on the card where it is? En op die kaart staat, iedereen is op een andere plek. En verbind deze plekken en pak dan het midden. En daar moet je zijn. Must be Greenpoint Park, hè? Yeah? This. Yes. We are here. Yes. Verbind. Ja, maar we hebben plekken van andere mensen nodig. En toen moesten we achter de locaties van de anderen komen. Dus weer terug naar binnen, naar de telefoon. Uiteindelijk hadden we iemand gevonden die ons wilde helpen. Do you need the key? Yes, yes, I need the key. Here. Vervolgens geven we hem de sleutel. En hij maakt dus buiten, maakt hij met een sleutel maakt hij iets open. He opens the lock at the side. Yeah? And it's like a map. Ah, cool. Oh, thank you. We need it as soon as we get out. Yeah. You have to put on the light. We don't know. Okay. Yes. Yes! Yes! And do you know the color? Yeah, there is like circles with colors around the box. And which is the most color? The two of everything, so even. Kijk, er staat een gast nog met een gele vest, dat kan ook nog zijn. Zie je dat? Ik denk dat wij echt geel hebben. Out of the box. En we zien daar een gele streep, wij zijn geel. Hallo? Hi. Hey, ja? Hallo. Hi. Hi. The most color is black. Black is 12. Dan is het zwart. Thank you very much, yes. Op hoeveel vierkante meter wonen jullie bij elkaar opgeteld? Ik woon op 100 vierkante meter. Ik 65. Dus 165 gedeeld door 2 is 80, is 82,5. Dus vraag 1. We moeten toch bij elkaar optellen? Hoeveel vierkante meter wonen jullie bij elkaar opgeteld? Opgeteld. Ja, dus 165. Dat is vraag 1. Op de tablet moeten we 3 antwoorden invullen van 3 vragen. We hebben maar 3 kansen, dus we moeten het goed invullen. 6, 5, ja. Ja, oké, dat is 2. Hallo, licht aan. Kan iemand het licht aandoen?
Hey, hi. Hello? Are we supposed to get you out? Yeah. What color is our box? Multicolor. Is there one color that you see more? It's Roy. It's Roy. Red. Ja. Dus oké, rood. We gingen voor rood. We gaan de rode vragen beantwoorden. Wie heeft er ooit een voortand van Jaws gestolen? Maar dan krijg je dus het volgende probleem. Hoe kom ik er tussendoor om mijn vragen te stellen aan de groep? Wie heeft er ooit een voortand... Jongens, wat is jullie favoriete dans? Wie is er braaf in jullie 15 het huis? Iedereen ging door elkaar heen, er werd allemaal geschreeuwd. Weet je, het leek wel alsof ik met mijn familie aan het praten was. Het ging gewoon allemaal door elkaar heen. Ik zou denken... Wat had jij gedaan? Salsa, bachata... Kunnen we allemaal even stil zijn? Laten we het even zo doen. Per duo gaan we de vragen af en dan geven we de antwoorden, ja? Dus laten we beginnen bij Soy en Annie. Oké, de eerste vraag is... Op hoeveel vierkante meter wonen jullie bij elkaar opgeteld? Ja, maar jongens, wacht, mag ik even inbreken? Sommige vragen zijn echt gigantisch moeilijk. Daar gaan we nooit uitkomen. Zullen we salsa doen? Ik denk, want er zijn best wel veel mensen die dat... Doe jij maar even dan. Wie is het Brabant judo-kampioen geweest? Ik. Dat ben ik. Daniel. Oké, maar nu... Hier. Yo. Oh mijn god, verbind jullie locaties. En ik kom naar de plek waar al jullie lijnen kruisen. Verbind de locaties. Waar zijn wij? Jongens, we hebben een vraag. Vrouwtje en Daniel. Wie ging er op zijn 15e het huis uit? Ja, ikke. Nee, ikke. Nee, ik ook. Ah, nee. Nou, nee, ik niet. Ja, ik had een 15e verkering, sorry. Dat ben ik. Dat is Soy. Soy. Ja. Is hij al? Oh, yes, hij is open. Okay. Ja. Oké. Let me check. Waar zijn we nu? Verbind de locaties. Ik kom naar de plek waar jullie lijnen kruisen. Where are we now? Battery Park. Oké. Okay. Waar zijn de anderen? Toen dachten we meteen, maar we moeten ook weten waar de anderen zitten, anders kunnen we geen coördinaten maken. Dus wij weer terug in die kist. Waar zijn jullie? Jullie en ik staan bij Greenpoint Hall. Wij zijn in Battery Park zijn wij. Oké, Greenpoint Park? Ja, Woodstock. Dus dit in ieder geval, dus ze moeten... Yes, hier. Greenpoint Park bedoelt ze. Ze zegt Greenpoint Hall. Anke en Sander staan bij de City Hall. 1, 2, 3, 4, 5. We moeten hier zijn, denk ik. Wij staan bij de City Hall. Toen we twee andere plekken kregen, dus en van Vrouwtje en Daniel... en van Sander en Anke, toen zijn we eigenlijk lijnen gaan zetten. Park, dus die en die. En Battery Park is die. Ja, dus het is gewoon dit. City Hall, Battery Park, Greenpoint. We doen het. Ja? Het midden is VOC Secret Gardens. Ik weet niet meer wat er stond. Iets in die trant, iets met garden en iets met VOC. Ja, het zal een beetje in het midden zijn. Vegetable Garden. Ja. Jurre en ik gaan naar VOC. Nee, naar dat VOC. We hebben gewoon geld nodig, dus wij gaan. Goed, wij denken dat we het weten. Dat zijn de enige twee die we weten. Anke en Sander gaan ook naar de VOC. Wij gaan er ook heen. En toen zijn we naar VOC Vegetable Garden gegaan. Op hoop van zegen. Hallo. VOC Vegetable Garden, please. VOC Vegetable Garden, can you bring us? Yes, you know it. Thank you. Eigenlijk kikt meteen het besef in dat we toch wel groepen in de steek hadden gelaten. Want er waren waarschijnlijk ook antwoorden die van ons waren. Maar we dachten ook, er moeten mensen aankomen op die plek. Nou, ik denk dat het goed is. Het was echt het midden van alles. Ja, die sowieso. Zo, dus als er dan 1, 2, 3, dat... Dan moet, het, ja, dan moet het dus hier zijn. Nee, ja, want als deze naar die gaat en deze naar die... Ik had niet helemaal door dat die plek, dat we ook daar de locatie nog van moesten bepalen. En ik vond het gewoon te lastig met alleen mijn locatie en die van Jurre en Sarah. Er moet dan hier op deze lijn iets kruisen, heb ik het idee. We gaan nog even vragen of iemand weet waar die staat. Green, weet iemand al zijn locatie? Wij staan in Battery Park. Is er al iemand uit? Nee, wij zitten nog vast. Er zit alleen maar iemand op de telefoon die vast zit. Ja. Daar hebben we niks aan. We hebben maar twee punten. Dat is toch heel gek? Je kan met twee punten geen coördinaten maken. Je moet nog een punt hebben om een raakpunt te hebben. Annie,
Zitten jullie ook nog in de kist? Ja, wij zitten nog in de kist. Wij hebben echt niks goed. En we hebben het al 3 keer fout gedaan. Ja. Ja, precies. Ik denk wij ook. Wij ook. This is it. VOC Vegetable yes. Garden. Yes. Nou ja, en... Hier staat ook een doos. Oh, nee. Kut, dus hier staan ook mensen. Oh, dan hebben we het mis. Oh. Oh, ik schaam me, ik schaam me. Hier is een andere kist. Dit is dus blijkbaar niet de plek waar Rick ons staat op te wachten. Hoi. Wie zit hierin? Ranomi en Nabil. Ja, maar wij staan hier dus helemaal verkeerd. Nee. We zijn niet mis. Meen je niet? Shit. Ja, dat is een mooi begin. Jullie dachten dus ook dat het deze plek was. Ja, jullie zeiden dat. Dachten we, ja, gaan wij ook maar. Als Rick. Staan we wel goed? Er is nou natuurlijk fout. Kandidaten. Het eerste geld is verdiend. Maar ik mis nog wat mensen. Dat betekent 500 euro in de pot. We staan wel goed. Yes! Oh, rotzooi! Yes. Maar de rest. Ja. Hey, een goed begin is het halve werk. Zo is het. Lekker. En dat is dan even een heerlijk gevoel met z'n vieren. Het voelt eigenlijk alsof je in de finale staat. Is het gelukt? Goed nieuws! Ja, wat dan? Ja. 500 piekies! Ja, en toen kwamen we met het goede nieuws dat we in elk geval 500 pop hadden verdiend voor de groep. Ja, dat werd wel gevierd. Maar aan de andere kant was er ook verwarring. Want sommigen die zeiden van er is gemold en vertrouwden elkaar niet meer. En die zeiden van ja, maar die gaf geen antwoord en die gaf daar geen antwoord op. Wij hebben tot 5 minuten voordat we uiteindelijk dat ding uit zijn gegaan. Zijn er nog mensen die vragen nodig hebben? Toen kregen we geen antwoord. Nee. Toen zijn we gegaan. We kwamen precies echt op de seconde binnen. We hebben natuurlijk best wel een pittig besluit genomen van wij gaan nu voor het geld. En we laten de rest in de steek met dus ook het risico van die vragen. Ik was eigenlijk heel erg bang dat mensen daar heel erg pittig over zouden doen. Maar uiteindelijk was gelukkig iedereen heel blij met dat we wel geld hadden opgehaald. Sarah en Jurre, waar kwamen jullie in één keer vandaan? Ja. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Wat? Waar kwamen wij vandaan? Jullie kwamen in één keer uit het niets, stonden jullie bij ons. Hoe? Wij moesten naar dat punt. Dat was het punt waar we moesten zijn. Maar hoe wisten jullie dat meteen? Omdat we die andere plekken hadden. Wij hebben toen lijnen getrokken en toen was dus de middelste was die. Toen kwamen we daar aan en dat was jullie... Doos. En daar stonden jullie. Maar hoe konden jullie weten waar de anderen waren allemaal? Gevraagd. We hebben gegokt. Je merkt dat er een soort twee soorten kandidaten zijn. De ene kandidaat die is heel open en die gaat gelijk allemaal dingen delen en informatie uitwisselen. Ja. Maar wij hebben uiteindelijk natuurlijk een gok gedaan ook. Van oké, 2 komen er niet vrij, dan moeten we lijnen gaan combineren. Anke en Sander en Vrouwtje, die waren er allemaal van. Je hebt ook een andere kant zeg maar, van de kandidaten. Dit is meer de kant, de hoek, Soy, Jurre en Sarah, die volgens mij ook al een groepje aan het vormen zijn. Ik vroeg bijvoorbeeld aan Jurre van, joh, wat waren de vragen die jullie ook weer hadden? Nee, dat ga ik niet zeggen. Ik zei, oké. Leuk spel zo. Yeah. Belly shots! We hebben het niet gegeven. Thank you.
kwamen de zaal binnen. Nou, dat was ongelooflijk indrukwekkend. Er stond een prachtig koor. Die waren beeldschoon aan het zingen. Helemaal kippenvel. Wat is hier dan vol? Mijn hart maakt 1000 sprongen. Want als ik van iets hou, dan is het van gospelmuziek. Ik moest eigenlijk meteen een beetje huilen. Ik vond het gewoon heel mooi en intens. Ik zat de hele tijd maar te denken van, jeetje, dat wij hier toch zijn en dat je dit allemaal mag meemaken. Het was te mooi om waar te zijn. Het was heel, heel bijzonder. Kandidaten, welkom in het stadhuis van Kaapstad. Vroeger werd dit daadwerkelijk gebruikt als gemeentehuis. Nu meer voor culturele activiteiten, zoals een optreden van het South African Youth Choir. Dit is ook de plek waar Nelson Mandela na zijn vrijlating zijn eerste speech hield. En de legendarische Zuid-Afrikaanse president heeft ooit gezegd: "It's music and dancing that make me at peace with this world." Muziek en dans als balsem voor de ziel. Mooie woorden. En ook een goede reden voor een muzikale opdracht. Ik wil dat jullie opsplitsen in 2 groepen van 5. 1 groep met een muzikaal oor. En de andere groep is in staat om helemaal op te gaan in muziek. Verdeel maar. Muzikaal. Ik heb muzikaal oor. Ik heb dat ook. Jij gaat op in de muziek. Ik denk, ik ga ook op in de muziek. Hoor. Nee, jij zingt. Ja, maar als je geen muzikaal oor hebt. Ik heb niet een soort heel goed muzikaal oor. Bedoel je met muzikaal oor? Wat is opgaan in muziek? Ik denk dat is opgaan in muziek. Dat je moet kijken en het moet... Nee. We waren de hele tijd erover aan het bakkeleien wat nou wat was. Op een gegeven moment zeiden we muzikaal oor, dan moet je muzikaal zijn. En opgaan in de groep, dat zal dan misschien iets met dans zijn. Waar ga jij? Ik ga muzikaal oor. Ja. 1. Ik ga ook muzikaal oor. 2. Precies. Ik kwam in de groep met Vrouwtje, Ranomi, Nabil en Aniek. Ja, Vrouwtje en Aniek. En vooral Aniek, die verdenk ik heel erg. Dus ik denk, dat is interessant. Die kan ik eens van dichtbij gaan meemaken. Ik wil vragen of de kandidaten met een muzikaal oor de zaal willen verlaten. Oké. Succes, hè? Ik snap het. Jullie best. Het is toch raar? Ik weet het niet. Nee. Kandidaten die opgaan in muziek. Jullie gaan zo een optreden verzorgen met in elk geval deze leden van het koor. In 1 van de 11 Zuid-Afrikaanse talen. Zorg dat je niet uit de toon valt. Ik dacht echt, oh shit, ik zit helemaal in de verkeerde groep. Tijdens jullie optreden is er een speciaal jurylid dat 5 personen gaat aanwijzen die volgens hem niet bij het koor horen. Als jullie er niet uitgepikt worden, verdienen jullie met deze opdracht maximaal €4.000. Oh my god, zoveel. Jullie medekandidaten gaan proberen jullie te helpen. Zij gaan deelopdrachten doen, waardoor er misschien wel meer koorleden bijkomen. Dan wordt het voor het jurylid moeilijker om jullie eruit te pikken. Je gaat zingen. Zij gaan ook bepalen hoeveel geld ze op elk van jullie gaan inzetten. Het is aan jullie om in te schatten wie er het beste in slaagt onopgemerkt te blijven. Verdeel de bedragen over jullie mee. Rustig. Even rustig. Hoeveel? 1500 tot €250. Ja. Jullie hebben een uur om te repeteren. Dus ik zou zeggen, kom het podium op en doe je best. Succes. Sowieso Sarah. Ik zou ook Sarah zeggen. Vinden we allemaal. Sarah ja. Op 1. Ja. Okay. Ja. Sorry. Of Jurre, gok ik. Ja. Ik denk dat Jurre heeft de musical. Musicals gespeeld, heeft de opleiding ervoor gedaan. Ja, hij ook. Ik zou toch zeggen Jurre, hoor. Ik ook. Ja. Ik ben ook volledig En Anke als laatste. Ja, oké. Okay. Okay. Is het To of Ko? Ko. 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 Ko
Pambi. 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 Quaco. 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 Toen namen de leden van het koor die namen ons bij de hand en die gingen ons regel voor regel leren hoe we het lied moesten zingen. Di mi pan no quaco. No, 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 I don't know it. Di mi quaco. Oké, even kijken. Hier. Er waren twee kamers. In de ene kamer waren drie opdrachten en in de andere kamer twee opdrachten. Oké, okay, raad de titel van elk liedje. Per goed antwoord spelen jullie een koorlid vrij. Zullen we hiermee beginnen gewoon? Zullen ja, maar we kunnen ook opsplitsen. Dan ga ik daarvoor met die A in de weer. Jij gaat met de A, ja. Ik ga hier. Ja, ik vind dit ook wel leuk om te doen. Ja. Even kijken. Houd de toonhoogte A aan, dat zit hierop. Jullie kunnen onbeperkt oefenen, maar krijgen een poging om... Juist, ik snap. Dus, ja, dus ik doe zodra dit. Je indrukt, ga dan ik, gaat hij in. Ja, ja. Ik zal je niet vertellen dat ik van je hou, je kus of knuffel. Omdat ik lief met mijn muffin. Ik lieg niet, ik verdoof gewoon met mijn liefdeslijnpistool erin. Lady Gaga. Ja. Lady Gaga met Fluffin with my muffin. Bad romance. Bad romance. Ja? Oké. Okay. Wacht, niks zeggen, niks zeggen. Ondertussen was Aniek in de hoek van de kamer. Die moest heel lang een toon aanhouden, de toon A. Hoe langer ze het vol zou houden qua seconde, hoe meer gospelzangers ze kon verdienen. Het langst was 15 seconden. Dat lijkt mij voor een zangeres toch niet echt een probleem. Dat was lastig. Kak. Nee, ik heb maar één poging. 12 seconden is het, nou ja. Ti o onotando. But it starts with io. Hey, the third one is different. It's not the first. Io. Oh, dank. Wij houden niet open tijdens het trainen. We kregen een envelop en ik dacht eigenlijk dat dat heel handig was, want dan konden we daarop de tekst schrijven. Can I ask one thing about the third? The third one begins different than the first one. It begins the same. Aardbeien op een zomeravond. Strawberries, Harry Styles. Styles. Yeah. Harry Styles. Nee, nee, nee. De Beatles. Schat, je bent eind juni. Ik wil je buik en dat zomerse gevoel. Ja, ja, Harry Styles. Oh, Harry Styles. Adem me in, okay. Adem me uit. Oké, okay, cool. Ja, deze is oké. Okay. Okay. We gaan naar deze. Zet de fragmenten van de vijf liedjes op de juiste volgorde. Met elk liedje in de juiste volgorde spelen jullie een koorlid vrij. Laten we allemaal luisteren. Want... Dit is lied 1. Dus dat is 1. A. Oh ja, oké. Ja? Please wanna play. Wat? Moeten ze op de volgorde gaan zetten? Hoor. Per cijfer heb je een fragment. En die fragmenten die zijn dus door elkaar gehust. En jij moet dus raden wat de juiste volgorde waren. Kan je niet meezingen misschien? Kan het heet, heet. Maar Daniel ging zo snel aan de slag dat ik helemaal verwacht daar stond van... hé, wat gebeurt hier nou? Maar... Laten wij anders dit doen. Dan gaan wij dit doen en kunnen jullie naar de andere opdracht anders eventueel. Tico onotando. Di mi bambi quaco. Dit is moeilijk. Di mi bambi quaco. Is that, like every end is different. Hey. I'm not dead. Nee, wacht. B. Dan moet dat B zijn. I'm not dead. Ja, B. Check. Dat ging supergoed. En ik was 100% van overtuigd dat die goed waren. Sowieso, deze goed. En dan hoog uithaal. E. Just not the best. En dan de laatste. Kom, die mi putan di fa case in awe. Oké, oké. Next line, you repeat the first one. Yes. So the next section begins the same as this on top. Di putando. Nou, ik hoorde dus de hele tijd bij Sarah met die meiden dat die waren helemaal lyrisch en dat ging hartstikke goed. Sander en ik daarentegen, we hadden iets meer moeite. Bambi is dat? Bambi. Onotando. Maar uiteindelijk, met heel veel geduld van de koorleden, kwamen we er wel. En die putando ni pagas en gawe. Oké, vul de vijf ontbrekende woorden in van de vijf liedjes die jullie horen. Per goed antwoord spelen jullie een koorlid vrij. Oké, okay, let's go. Lied 1. Da, 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 da. Oh.
Disguise. We moesten één woord invullen die miste. En dat ging eigenlijk heel relaxed. Drama. Oké, 3. You gotta try. We wisten eigenlijk alle 5 de liedjes. En toen gingen we naar de volgende opdracht. Dat was een stukje ingewikkelder. Nee, speel het liedje exact na. Op de vingerdrums. Speel twee koorleden vrij. Jullie kunnen onbeperkt oefenen, maar krijgen 1 poging. Dan moeten we Nabil. Ja, we kunnen wel vast beginnen. Ah, ja, precies. Speel het liedje exact na op de vingerdrums. Waar kwam het nou vandaan? Nee, hier uit een box. Oh. Ergens. Ja, maar bij mij doet dit niet. Wat doen jullie? Nou, oké, okay, we moeten dit exact naspelen. Kijk, ik denk dat jij het beter kan doen. Ik zie de dames zie ik achter een desk met iets op hun vingers, een soort van plastic ring. Ja, we moesten dus gaan vingerdrummen. Check even, zet hem maar aan. La 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 la. Hij gaat door. Doe terug. La 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 la. Begrepen? Ja. Oké, we hebben haast. Ik pak die gekke plastic ring en ik begin te slaan. Maar ik denk, hé, maar wat er zo raar is, ik kan wel dat ritme tikken. Maar ik hoor nog steeds die melodie niet. Die zijn hetzelfde. Pom. Oké, die zijn allemaal hetzelfde. Dus luister, er zit ergens nog een ding. Er moet nog een toon. Oh, shit. Dit is hem. Pakken het ding met de noot. La. Niks zeggen. La. En wat zien we daar staan? Alleen maar speelgoed, alleen maar props. Dus ik begin te tikken en inderdaad, ik kom meteen een hoger. Dus ik dacht, yes. Rustig, okay. Rustig, we hebben nog tijd. Oké, 1, 2, go. Ja! Woe! En nu het tweede gedeelte. Toen we op een gegeven moment bij het tweede gedeelte aankwamen, toen was de tijd eigenlijk al bijna op. Hoeveel konden we hiermee verdienen? Ja, dit is hem. Doe eens. Tijdsom. Ziet er al best indrukwekkend uit, hè? Ja, zeker. Jullie hebben met de deelopdrachten 13 van de 20 koorleden vrijgespeeld. Ja. Ik hoop dat dit voldoende is om jullie medekandidaten door deze test te laten komen. Please welcome musical director, conductor, arranger en pianist Steven Lombard. Thank you for being here. Pleasure. Tell us, how are you going to judge? I think probably the two main important aspects would be the tone, to hear if they can sing in tune. And then also I would say the diction is how they're going to pronounce probably quite complicated words from what I understand. I think the main challenge would probably be also to distinguish them from the whole full choir singing. All at the same time. Yeah. So I think I've got quite a job. Yeah, you have. Het idee was dus dat wij achter een jury langs moesten lopen en hij moest horen wie er niet in het koor thuis hoorde. Okay, I wish you all the luck. Thank you. Hij zou zijn hand omhoog steken op het moment dat hij iemand niet in het koor vond thuis horen. Let's enjoy the performance. Yes, zeker. Je hoort dat nummer en het enige wat ik denk is, oké, tekst doornemen, nu niet afhaken. Ik word eigenlijk een beetje geraakt door de emoties, hoe mooi het is. Maar ik denk, nee, ik moet me nu niet laten afleiden, ik moet me focussen op die teksten. Wat zijn die teksten ook alweer? Ja,
kwam steeds dichterbij. En op het moment dat ik eigenlijk dicht bij het jurylid kom, gaan we ineens van het refrein naar het couplet toe. Ik denk, ja, nu gaat hij zijn hand opsteken, want ik heb gefaald, ik heb gefaald. En ik kijk achterom en hij steekt zijn hand niet op. Dus ik ben er volgens mij safe en goed doorheen gekomen. Nou, het lijkt wel weer alsof ik in een castingruimte sta een auditietje af te nemen. En ik denk, nu ga ik nat. Dames en heren, ik had het klankje toch gewoon lekker in het keeltje zitten. En ik was lekker voorbij die jury en ik heb het gered. Oh, wat goed dit, zeg. Sorry en Sarah waren eigenlijk onze belangrijkste mensen. Die moesten doorgaan, want die hadden we het meeste geld op ingezet. Die waren samen op 2.500 euro waard. Ik weet nog wel dat ik erin zat en ik dacht, oh, dit gaat eigenlijk best wel lekker. Ik zo naar mijn blaadje, ik dacht, ja, we zijn er. Maar nee. Het enige ding wat ik kan bedenken, blijkbaar heb ik een woord niet goed uitgesproken, waardoor dat jurylid dacht, dit is hem. Ik sloop er langs en ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik er ook wel van uitging dat hij zijn hand op zou steken. Want ik kan gewoon niet zingen. Hij doet niet zijn hand omhoog. Hij doet gewoon niet zijn hand omhoog. Ik kan het niet geloven dat ik hier niet uit het koor ben gehaald. Deze man heeft een klein foutje gemaakt. Ik had voor het optreden een strategie. Ik dacht, oké, zingen, ik ken er geen hout van. Wat ik doe is, ik ga zachtjes zingen en ik ga tussen twee mensen lopen en kijken of ik me er doorheen kan sneaken. Ik heb het geprobeerd, maar het is niet gelukt. Mr. Lombard. Was it difficult? Was very difficult. Not an easy task and a very good choir. So, it's a very good choir. I think the most difficult was to pick out the voices because the general sound was just so good. So, amazing, yeah. Yeah. A little bit of a stroke of luck, I hope. Yeah. Well, let's see. You picked two of our contestants out of the choir. Sorry for the rest. Yeah. Sorry, guys. Sorry. Well. Too bad. Thank you very much. Thank you so much. For helping Thanks us for out having here me. Today. Thank you. Okay, thank you. This is Steven Lombard. Thank you. Okay, dat betekent dat er dus twee uitgepikt zijn. Drie kandidaten staan nog in het koor. Die zou ik graag bij me willen hebben. Jongens. Jullie medekandidaten hebben geld ingezet op jullie mogelijke prestatie. Die hebben jullie gekregen in een envelop, een kaartje. Laten we kijken wat jullie met deze opdracht verdiend hebben. Ik begin bij Sarah. 1500! Yeah! Sorry. Lekker. Eens kijken hoe ze jou ingeschat hebben. Duizenden! Yes! Nou, Anke. 250! Yeah. Dat betekent dat jullie met deze opdracht 2750 euro hebben verdiend. Ik zeg, dat is geen slechte dag. Nee, geen slecht begin, nee. Ik zie jullie later. Hosanna, Hosanna.
2750 euro. Ik vind het veel. Waarbij er, denk ik, aan de andere kant meer gemold is dan aan onze kant. Ze hebben keigoed ons best gedaan. We hebben heel veel geld opgehaald. Heerlijk. Het is tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het gedrag van de mol. Voor degene met de meeste fouten is het spel voorbij. De mol hoeft nooit naar huis. Ja, Ranomi die staat nu wel in mijn top 4. Omdat je het bijna niet zou verwachten, verwacht ik dus dat Ranomi het ook kan zijn. En dat heb ik precies hetzelfde bij Sander, bij Vrouwkje en bij Anke. En Anke, niemand verdenkt Anke. Gewoon letterlijk niemand. Ik ben echt heel nerveus. Ik weet echt totaal niet wat ik kan verwachten. Zijn 20 vragen over de mol. Dus wat ik eigenlijk ga doen, is ik ga gewoon heel cijfermatig te werk. Gewoon kansberekening. Ik hoop dat dat de tactiek is waar ik de eerste ronde mee ga overleven. De allereerste test voelt een beetje als een Olympische finale zwemmen. Ik kan daartegen. Ik weet hoe ik moet presteren onder druk. En ik weet hoe ik rustig moet blijven. Dus ik denk dat het wel goed komt. Aniek heeft voor mijn gevoel een bepaalde rol aangenomen van complot Aniek. Zo noemen we het er ook allemaal. Aniek paniek. Ik heb het gevoel dat dat misschien wel een beetje gespeeld is af en toe. Want zij is een fantastische actrice. Dan is mijn tweede verdachte Daniel. Hij is heel onrustig tijdens de opdracht ook vandaag met de geluiden. Ik zei op een gegeven moment tegen hem, Daniel, doe even rustig. Als je niet de mol bent, take it easy. Ik ga er met gemengde gevoelens in, want ik denk dat je in een eerste aflevering nog niet heel erg goed kan weten wie het is. Ik moet niet gaan twijfelen aan mezelf, ik moet er gewoon voor gaan. Dat zeg ik de hele tijd tegen mezelf in mijn hoofd, maar ik voel het nog niet echt. Mam. Okay. Ik ben kapot zenuwachtig, want het is echt zoeken naar Naald en Nooiberg. Ik heb geen idee. Maar als ik nu moet gaan spreiden op de mensen die ik verdenk, dan ga ik voor Vrouwtje, Ranomi, Daniel en Sander. Ik heb 4 verdachten op het oog, dus ik ga spreiden. En sowieso neem ik Zoe mee. Ik neem Vrouwtje mee. Ik neem Sarah denk ik ook wel mee. En last but not least, Aniek. Eigenlijk verdenk ik nog de hele groep, maar als ik dan toch echt moet kiezen, dan vallen er wel een paar mensen voor mij af. Dus ik vertrouw redelijk Ranomi, ik vertrouw redelijk Jurre en ik vertrouw ook wel Daniel. En ja, ik denk dat hij wel misschien de mol gaat ontmaskeren. Ik vind het moeilijk om te zeggen wie ik verdenk. Ik vind het makkelijker om te zeggen wie ik niet verdenk. Dat is Vrouwtje. Ze is een beetje afwezig soms. Soms neemt ze even een momentje voor zichzelf. Dus ik denk dat zij het niet is. Wie ik ook niet verdenk is Aniek. Iedere keer dat zij langs mij loopt, zegt ze, jij bent het, hè? En ik denk dat dat gewoon heel gek zou zijn als je de mol zou zijn. Ik ga bij de test zeker spreiden. Ik wil eigenlijk op 4 mensen gaan zitten. Dus Ranomi, Vrouwtje, Sarah en Sander. Daar ga ik op spreiden. Maar ik ben wel bang dat ik er meteen uit lig. In Nederland krijgen jullie van de vorige mol, Everon, een telefoontje. En hij vertelde jullie wat jullie rol in dit spel zou zijn. Kandidaat of mol? We zijn inmiddels 2 opdrachten verder.
Er zit 3250 euro in de pot. Maar zijn jullie ook wat wijzer geworden? We gaan het zien. Het is tijd voor de eliminatie. Een moment waarop de mol sowieso een pokerface opzet. Hier komen de testresultaten. Wie moet het spel verlaten? Wie krijgt een rood scherm? Vrouwtje. Die door is. Shit, ouwe. Lekker hoor. Nabil. Gast. Hoe dan? Lekker. Vriend. Anke. Lekker. Yes. Spoeling wordt dunner. Sarah. Ze zei het al. Oh, Lottie. Oké, schatje, zet hem op. Nee, nee schatje. Oh, nee. Oh. Nee, dit kan echt niet. Kijk, je moet een knuffel geven. Oh, schat. Oh, oh, die zag ik echt niet aan. Dit is echt. Echt is. Oh, lieverd. Sarah, wat ontzettend jammer. Ja. Wat is er gebeurd? Ja, ik heb die test gewoon niet goed gemaakt. Terwijl ik heb echt alles opgeschreven, dus ik snap er echt niks van. Was er sprake van tunnelvisie? Nee. Maar ik dacht, ik moet gewoon snel zijn. Hallo? Hallo, ik ben Sarah. Ah! Oh my god. Oh my god. Waar moeten we heen? Wel van je genoten. Gelukkig. Ja. Van jou. Ja. Ja. Het had voor mij ook wat langer mogen. Ja, voor mij ook. Helaas. Het is het spel. Sarah, dank je wel voor je deelname. Yes. En tot later. Ik hoop het. Ja? Yes, doeg. Dag. Jezus. Hallo. Hi, good evening. Good evening. How are you? I'm fine. Welcome. Thank you. Are you checking in under which name? Sarah. Sarah. Welcome, Sarah. I have a little message I'd like to give to you. Here you go. Welcome. Can I open it now? Yes, please. Oh, jongens. Ik sta helemaal te trillen. Morgenochtend om 9 uur staat er een busje voor je klaar. Ik wacht op jou bij de staalfabriek in Saldana. Wat? Wat maak ik mee? Oké, dit doei.
Wat is dit, jongens? Ja, nu, 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 jongens, schiet op. Meteen kijken waar je kan vluchten, hè? Pas op de droom! Wanneer? Pas op de droom! Nee, shit. Die kan je helemaal niet stoppen. Hé, hey, zit je hier op? We hebben de postbok, eerste foto! Juist, dat is hem. Hoppa! Oh, derde foto! Hè? Dat is het hierboven! Wacht, ze hebben nog een foto teruggestuurd. Oh, echt? Goeie. Nee?